De bouw van het mini-streekhuizen, mini-streek ziekenhuis staat Johnny in het boven Suriname gebied vordert gestaag. Dit zegt Antoine Ilias, minister van Volksgezondheid. De bewindsman bracht gisteren een bezoek aan het in aanbouw zijnde ziekenhuis. De oplevering was gepland voor eind april, maar vanwege de huidige COVID-19 situatie is gekozen voor een gedeeltelijke opening en oplevering en wel tegen eind mei. Ik ben mij komen oriënteren op Atjoni om te kijken hoe het allemaal aan toe gaat en hoe de vorderingen lopen bij de bouw, benadrukt de minister. We gaan naar de eindfase toe, omdat wij toch wel willen dat, al is het niet volledig, maar dat wij een deel heel gauw gaan openen en dan gaandeweg het ziekenhuis verder gaan uitbouwen. We willen in elk geval beginnen met 3 specialismes, de basisspecialismen, daarna uitbreiden naar 5. We willen alle diensten hier in het klein zo'n beetje hebben. Ik ben me komen oriënteren, want er komt ook een heli-platform in Keesof. Want behalve dat wij het Atjoni / Pokigrong gebied gaan voorzien van gezondheidszorg op een secundair niveau, ziekenhuisniveau, dan gaan wij ook al die dorpen langs de rivier gaan wij dan ook voorzien. Er komen ook ambulanceboten naast de hele platform. En natuurlijk gaan er ook ambulances zijn dat wat niet hier behandeld kan worden, naar AZP gaat. De bewindsman zegt verder dat het ministerie de gang naar het AZP wil terugbrengen. Het ministerie werkt er naartoe dat 60% van de gemeenschap dicht bij huis wordt verpleegd. Wij gaan echt voor daadwerkelijke decentralisatie en geen administratieve decentralisatie, zoals ik dat noem. Maar de regering Bouterse wil zeker met al hun diensten, voor mij geldt dat voor wat volksgezondheid betreft, zo dicht mogelijk bij de bevolking brengen. Hoe ver dan ook, een lang gekoesterde wens. Ik zie ook de BO's hier staan. Au kong, maar hij kong. Yusuf Eshi, Isashi den beelden dadelijk. Tak ano joke we joke. En we ne potwaan zomaar atoso. Ja, we ne potwaan boom bigi atoso. Maar we potwaan atoso voor de komende 10 jaar. Zeker den smajakan kiswaan boom gezondheidszorg. De man kan libi gezond toe. We doen alle den soort diensten. Ja, we die voorlichten toe. Want je hebt een betere wang, je hebt een voorlichting. Je hebt een voorlichting toe, dat je even de Libi gezond toe, de afkona atoso. Minister Antoine Ilias van Volksgezondheid. Hij bracht gisteren een oriëntatiebezoek aan het gebied Atjoni-Pokigrong, waar de bouw van het mini-streekziekenhuis gestaag vordert. Het ministerie had gehoopt dat de oplevering eind april zou plaatsvinden. Vanwege de COVID-19 situatie is gekozen voor een gedeeltelijke opening en wel rond eind mei.